Als ik opkijk, schrik ik ervan. 100 jaar huiskomen in 3,5 minuut. Wat was het er mooi om deze film samen te maken. Zoveel boeiende afbeeldingen, zoveel bijzondere verhalen, zoveel mooie herinneringen. In de drukte van de dag is alles vanzelfsprekend. Maar in de aanloop naar deze highlight 100 jaar, beseffen we steeds weer wat een bijzonder bedrijf hebben we hier met z'n allen. Een bedrijf dat veel heeft doorstaan. Van stoom, rijtuigfabriek naar kaasfabriek. Het wegvallen van de koets, toch jarenlang het hopelijk van ons bedrijf. De woelige tijden van de Eerste Wereldoorlog, weliswaar neutraal, maar met zijn nasleep. De crisis van de 20e en 30e jaren. De Tweede Wereldoorlog, waarin Huis van noodgedwongen overstapte op de fabricatie van hout- en kleinmeubelen. De schoorsteen moest tenslotte roken. De brand van 1965, waarbij het gehele pand, de inventaris en vele auto's verloren gingen. Keer op keer krabbelde het team weer op. Klopte ze het stof van zich af en gingen ze door met hun passie, het maken van auto's. Die passie die vormde de rode draad door 100 jaar Huiskamp. Of je nu keek naar de verweerde gezichten van de radmakers, de houtbewerkers, of het smeden, de smeden uit de beginjaren, de trotse blikken van de kaasbouwers uit de 30e en 40e jaren, of naar het team dat hier om ons heen staat, passie. Dat is waar het Huiskamp al eeuwenlang om draait. Zoveel is veranderd en zoveel ook weer niet. Samen met u, samen met ons team, samen met alle mensen die ons zo dierbaar zijn, willen we graag proosten op nog 100 jaar Huiskamp. En stiekem ook een beetje op onze kleinzoon Dex, die gisteren is geboren. Proost! Zo mooi! Thank you.
wat 100 jaar bestaat, dat is natuurlijk toch uniek. Maar in Winterswijk hebben we er dit jaar 3. En dat vind ik best veel. We hebben Wassink, installatie. We hebben de Jansengroep, een paar maanden geleden het 100-jarig bestaan van gevierd. En dan nu Huiskamp. Dus kennelijk was 1913 een goed moment voor jonge ondernemende Winterswijkers om een bedrijf te starten. Daar zou je er eigenlijk meer van moeten hebben. Ongeveer 45 mensen die hier op dit moment werken. En die hebben dus allemaal natuurlijk ook weer hun achterban. Velen hebben een gezin en hebben kinderen. En die zijn dan toch aangewezen op deze plek waar dan de kost wordt verdiend. Onder leiding van de familie Rechters. En dat is natuurlijk fantastisch. Van dit soort bedrijven heb je natuurlijk heel graag zoveel mogelijk ook in je gemeente. Waar we dan met z'n allen ook als inwoners dan van profiteren. Ik denk dat verschillende van de aanwezigen mijn vader nog wel hebben gekend en hun eigen herinneringen aan hem hebben. In het begin van de jaren 80 wordt duidelijk dat geen van zijn 5 kinderen het bedrijf wil overnemen. Alle kozen voor een andere loopbaan. Ze zijn gelukkig allemaal goed terechtgekomen. Maar hij moest een andere liefhebber vinden. En die vond hij in het personeelsleden Willy Brunting en Hans Lex. En die namen het bedrijf in 1985 over, samen met hun echtgenoot. En met hun energie en inzet, en ik denk met de juiste combinatie van vakmanschap, zakelijk instinct en vooral ook gevoel van mooie ontwerpen, hebben ze het bedrijf verder uitgebouwd. Toen het 100-jarig jubileum zich aandiende, was dit voor ons als kleinkinderen van GW Huiskamp aanleiding om ons te verdiepen in dit uitgebouw. We hebben een deel van de documenten gescand en gestuurd naar de familie Rechter en een deel is ook gebruikt in de presentatie. Dat is heel erg om het te herkennen. We willen een stap verder gaan nu door de originele van enkele van de documenten uit de begintijd van het bedrijf te schenken aan de huidige eigenaren Willy en Hans Lechter. We hebben dat.